kijken naar een nieuwe video. Wij gaan het vandaag hebben over Playmobil. En zoals jullie weten, dit is de familie waar we vandaag gaan mee spelen. En er komen nog veel meer bij. Nou, en dit is mijn nieuwe medewerker. Ayla! En ik ben zoals jullie weten, Livia R. Nou, en van tevoren steek even een duimpje omhoog. Met belletje aan en abonneer. Schatten, jullie moeten naar school. Oké, mam. Ja. Oké. Gaan jullie naar school? Want de school begint zo. Ah, ik wil niet naar de opvang. Ja, dat moet, want mama moet ook werken. En papa ook. Hé, de eerste zijn er al. Hallo. Mevrouw, ik ben de moeder van het kindje. En het kindje moet naar de opvang. Oké, dat komt uit. Kom maar mee. Doei, mam. Doei, schat. Zo, kom maar mee. Ik moet even je flesje halen, oké? Nou, dat ene flesje daar is zo leeg. Dus, tja. Oh, wacht eens even. Daar komt nog iemand aan. Hallo, mevrouw. Dit is mijn kindje. Die komt bij jou op de opvang. Mag ik wat drinken? Nou schat, dat moet je eerst wel even vragen hoor. Ja, dat mag natuurlijk wel. Kom maar binnen. Doei, mam. Oh, nou, een baby had. Ik ga er snuiven heen. Oh, wil je wat drinken? Ja. Oké, we gaan even wat drinken halen. Nu ben ik alleen. Ik ga die baby lekker stelen. Oh, kijk die baby dan. Die zou vast heel blij worden, mevrouw. Hey, laat me los. Hou je mond, baby. Anders schop je. La 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 la. Ik denk dat een nieuwe baby er is. Huh, waar is die andere baby? Oh nee, zal die weg zijn? Oké, ik ga gelijk de ouders bellen. Hallo, ouders van het kind. Ik weet niet waar het kind gebleven is en het was op de opvang opeens. Oh nee, waar zal het zijn? We komen gelijk naartoe. Oh nee, waar zal ons kind nou zijn? Oké, sorry, het spijt me. Ik weet niet waar het is. Maar ik ga meteen de ambulance bellen, oké? Ambulance, snel. Mijn kind is gestolen. Of mijn kind. Nou, maakt me niet uit. Kom, snel, ambulance. Ik kom meteen. Niet heel rustig doen, hoor. Oh nee, ik hoop dat het kind komt. Tuta. Waar is het kind? Mevrouw, doe nou gewoon even alsjeblieft rustig. Oké. Ik ga al rustig doen. Maar ik weet echt niet waar het kind is. Oké, we gaan het kind zo snel mogelijk zoeken. Oké, misschien is het wel gewond. Ik blijf hier om dat andere kind op te passen. Ik hoop dat het jullie lukt. Op weg naar de zoektocht. Stap maar achterin. Oké, we gaan. Tuta, 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 tuta. Oké, uitstappen allemaal. Oh nee, ik zit hier een flesje. Oké, dan moeten we die kant op. Rennen dan. Hier is ook nog een doekje. Daar zie ik ook nog een roze ding. Oh, het is een ding van zo'n speelding waar ze altijd aan zitten met die kleine handjes. Hé, dit is een doek van onze kleine pluis. Oké, neem we maar allemaal mee. We gaan nu echt op zoek. Lalalalalo, ik ga lekker even naar de spullen. Hé, schatje. Heb je lekker gegeten? Zullen we even naar de speeltuin? Oké, is goed. Lalalalala. Hé, Job. Moet je eens kijken. Dat is toch onze baby? Nou, dat heb je helemaal fout. Want dat is onze baby. Die heeft de moeder zelf gekregen. Denk het ook. Ik ga voor zekerheid even papa en mama halen. Papa, mama, dat is onze baby. Kijk daar eens. Ha, dat geloven we niet. We zijn nu met de ambulance bezig. Maar mama, echt, kijk dan.
Oké, ik ga vooruit kijken. Maar binnen 2 minuten moet het klaar zijn, hoor. Hé, dat klopt. Dat is onze baby. Geef terug. Nee, het haar is gewoon blond van mijn baby. En ik heb dit pakje gekocht. Ja? Het kan echt niet jullie baby zijn. En... Ja, maar kijk hè. Jullie hebben rode haren. En die moeder heeft bruine haren. En wij hebben allebei gele haren. Jullie kinderen hebben ook blonde haren. En jij, mevrouw, heeft ja, rode dus haren. Ja, dus die hoort erbij. Hé, geef terug. Na, we gaan gewoon weer terug. Ja, maar... Ik ga er achteraan, hoor. Mevrouw, maar er zit nog een baby bij ons thuis en die heet Louis. En die moet ik nu... Daar moet ik dus nu heen. Sorry, maar ik ben een beetje boos en dan kan ik spraakfouten maken. Anders bel ik de politie. Dan. Maar wij zweren het. Het is onze baby. Weet je wat de naam is? Anders vertel ik de politie, hoor. En het is echt onze baby. Ren erachteraan. Rennen, schatten. Ik ben zo moe, mama. Hè? Ik ook. Allemaal huizen. Welke zal het nou zijn? Zullen we maar eerst beginnen bij nummer 1? Misschien kunnen we eerst kijken bij nummer 2. La 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 la, ik ga even net lekker douchen. Hé, dat is dat huis met die mevrouw en die meneer. Kom, pak de baby. Ik ga de politie bellen. Oké. We hebben de baby gestolen. Sorry, het spijt me. Wij wouden zo graag een kind. Kom, baby. Snel naar huis, voordat die moeder je weer pakt. Oké, het spijt ons. Maar als u het nooit meer flikt om... Eén keer weer een ballon af te pakken die eigenlijk mijn baby wou. Oké, sorry, dat spijt mij ook. Oké, zullen we nu naar huis? Ja, doei. Hebben jullie de baby gevonden? Ja, gelukkig wel. Zo'n mevrouw had er weer gestolen. Alleen omdat we die ballon van hun afgepakt. Nou, dat snap ik ook niet. Nou, ze wonen tenminste op nummer 2. Nou, leuk dat jullie kijken naar deze video. Je moet trouwens nog even alle medewerkers zien. Hoi, ik speelde de kinderjuf. Hoi, wij speelden de dievenfamilie. Het was echt heel lastig om zo stout te zijn. Wij waren de mensen van de ambulance. Het was zo leuk om deze aflevering te maken. Hoi, ik ben de moeder van dit kleine jongetje.